Nou, we zitten hier met Niels Rossen en Guus Schertsen, twee jonkies, twee nieuwelingen op het trainingskamp van NEC. Niels, om met jou te beginnen, hoe vind je het om erbij te zijn? Ja, top. Het is mooi weer zoals je ziet. Ja. Lekker zonnetje. En de trainingen gaan goed tot nu toe en het bevalt eigenlijk goed. Ja, Guus, voor jou, jij bent natuurlijk wat vaker meegetraind voor het seizoen. Maar eerst trainingskamp natuurlijk gewoon een mooie ervaring om erbij te zijn. Ja. Voor de mensen die jullie nog niet zo heel erg goed kennen, is het misschien wel leuk om elkaar voor te stellen. Jullie hebben samen met elkaar gespeeld, ook in de jeugd. Dus, nou ja, Niels, waar is Guus goed in? Welke positie speelt hij? Waar moeten we op letten? Guus is een centrale verdediger die goed kan indribbelen en een goede inspelpaas heeft. Hij kan ook goed doordekken op de man. Alleen met corner staat hij nog wel achterin in plaats van dat hij... een balletje binnen kan komen, dat kan nog wel beter, maar nee, het gaat wel goed. En ik zie wel dat hij gewoon ook steeds gemakkelijker bij het eerste ook meevoetbalt. Dus dat is mooi om te zien. Guus, mee eens? Ja, zeker. Ja, het kopgedeelte kan inderdaad nog wel beter, maar dat komt goed. En andersom? Ja, Niels middenvelder, vaardig aan de bal. Kan heel makkelijk de bal krijgen en mensen aanspelen en zo. Ik denk een verbeterpuntje van Niels is misschien nog iets breder worden, iets sterker worden voor de duels. Maar verder aan de bal en ook verdedigend is Niels gewoon top. Nou ja, die hebben verbeterpunten voor elkaar, dat is wel leuk. Maar dan zo'n trainingskamp met jongens als Lasse Schöne, Edgar Barreto bijvoorbeeld, dat kan me voorstellen. Daar leer je dan meteen heel veel van. Ja, zeker. Ik had ook vorig jaar met Rens van Eijden en zo. Ja. Maar sowieso de ervaren mensen, die helpen je gewoon. En daar pik je wel veel dingen van op. Dus dat is wel goed. Ja, voor mij geldt het ook wel, ze hoeven niet eens per se iets tegen je te zeggen, maar je ziet gewoon van wat hij doet en daar leer je al van. Heb je iemand specifiek waar je veel naar kijkt? Ja, wel Lasse Schöne dan, omdat het ook mijn positie is. Ja, snap ik. Hey jongens, en toen eerste trainingskamp voor jullie allebei, er is een moment dat je gebeld wordt door Moesloe, denk ik? Ja, ik zat in de kleedkamer eigenlijk, want ik trainde ook voor de winterstop ook al best wel een beetje mee en toen... zat ik in de kleedkamer, toen kwam Moesloe binnen en zei hij van, je gaat ook mee op trainingskamp. Dus ja, dat is wel een mooi moment. Ja, en toen? Ga je dan meteen iemand bellen of eerst voor jezelf? Ja, ik ging toch meteen naar huis toe, dus ik ging niet per se iemand bellen, maar gewoon toen ik thuis kwam vertellen. En de hele familie natuurlijk ook blij, iedereen trots en dat was een mooi moment. Ja, ik werd gebeld door de hoofdjeugdopleiding Dennis de Braak. Oh. En die belde me van, zoals het nu naar huis ziet, ga je mee op trainingskamp en zo. En mijn ouders waren gewoon thuis, dus ik liep gewoon naar beneden en ik zei tegen mijn ouders en mijn vriendin en zo heb ik gewoon gelijk even gebeld en we waren allemaal wat trots natuurlijk. Ja. Ja. En nu houden jullie ze dan nu ook extra op de hoogte van wat er allemaal gebeurt? Ja, op zich wel gewoon een beetje het programma van als we getraind hebben of we gaan eten of zo, een beetje hoe het is hier en vinden ze ook wel leuk om te horen. Ja, ik doe ook wel, ik bel af en toe wel met mijn ouders en met mijn zus gewoon hoe het gaat. En... een paar foto's sturen hoe het hier uitziet en zo, vinden ze ook wel leuk, dus dat hou ik ook wel een beetje bij. Ja. En nou straks als jullie terugkomen, wat voor een gevoel, wat willen jullie dan echt bereikt hebben? Dat je erop terugkijkt en denkt, ja dat heb ik goed gedaan. Ja, gewoon je ding hebben gedaan, gewoon jezelf hier hebben laten zien. En hoop dat je gewoon weer vaker mee mag trainen met eerst en zo. En dat je ook gewoon bij de 121 laat zien wat we hier hebben geleerd. Mm-hmm. En dat ook meenemen gewoon. Ja, gewoon veel leren van de jongens die... van bijvoorbeeld ervaren spelers en spelers op jouw positie. En uiteindelijk kun je dan, denk ik, het meest van leren. En dat is voor mij nu, denk ik, het belangrijkste. Dan wens ik jullie allebei veel succes daarbij. Ja, dankjewel. Thanks, jongens.